Het is een boek over verlies, hè? Ja, klopt. Het is een uh, boek over verlies, maar het gaat eigenlijk ook over het spel tussen schijn en werkelijkheid. En tussen fictie en non-fictie. Uh, tussen wat er waarheid is en wat die zou kunnen zijn. Ja. Misschien moet je gewoon heel even kort iets over de inhoud zeggen. Dat helpt. Ja. Uh, het gaat over Sarah. Sarah is een jonge actrice. Die op een dag haar moeder tegenkomt in de Albert Heijn. Nou, dat is niet zo wereldschokkend, zul je zeggen, maar het feit is dat Sara's moeder uh, al ongeveer twintig uh, jaar dood is. Um, en vanaf het moment dat ze de vrouw van wie ze denkt dat het haar moeder is, heeft gezien, kan ze niet langer uh, acteren. Uh, dus ze stapt van het toneel af tijdens een voorstelling. Dat is echt een, een doodzonde binnen ons vak. Want jij bent zelf actrice, hè? Even voor ja, ja, ik ben ja. ook actrice, ja. Um, en, um, uh, en dan gaat ze dus, dan neemt ze een nieuwe rol aan. Uh, namelijk de rol van cachère. Want ze gaat in die Albert Heijn werken om dichter bij de vrouw die haar moeder is te komen.